DNA-leden zien graag dat er een balans bestaat in de scholing van personen die de Surinaamse nationaliteit willen. Hiervoor pleitte NDP-parlementariër Melvin Bouva afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende verlenging van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 personen. Hij merkte op dat een groot deel van deze groep van 220 mensen ongeschoold zijn. We keken inderdaad naar de verhouding en de balans, waarin je merkt dat ruim meer dan de helft, dat is meer dan 60%, dus behoort tot diegene in de categorie lager onderwijs, onbekend of zelfs geen onderwijs. Dat is een verhouding dat in zekere disbalans is, voorzitter. Als je dat zo bekijkt, schat 70-80% bijna. Wij kijken uit naar een zekere gebalanceerde vertoning, presentatie voor wat we hier, voorzitter, ter lande willen. En dat is natuurlijk deel van het bevolkingsbeleid, maar toch kijken we daarna, voorzitter. We vragen de regering daar aandacht voor. Het is niet dat alleen maar hoger kader hier moet komen, dat zou ook niet goed zijn, maar dat er een zekere balans is. VHP-parlementariër Kishan Ramsuku wees erop dat 69% van de 220 personen die de Surinaamse nationaliteit hebben aangevraagd, laag geschoold is. Slechts 7% heeft een hogere opleiding genoten. Daarnaast is het onbekend of 35% van dit aantal ergens werkzaam is. Ramsuku maakt zich zorgen over deze cijfers. De vraag is, zullen deze 35 straks KKV moeten ontvangen? Zullen we straks basiskaarten voor ze moeten regelen? 63 zullen straks AOV moeten ontvangen met koopkrachtversterking. Dus ja, het kan niet anders. En de vraag is Suriname ready hiervoor? Kunnen we dit aan? Kunnen we zoveel mensen aan om nog meer sociale voorzieningen te creëren voor deze mensen? Het is iets om naar te kijken. Ook opmerkelijk is, als we kijken naar de beroepen, dat meer dan de helft dus of geen beroep heeft of onbekend is. En de vraag is onbekend. Het is aangegeven, ze doen vandaag dit werk, morgen ander werk. Maar hebben we dat nodig in Suriname of moeten we juist richting iets kijken dat in de toekomst beter moet gaan zijn? Het DNA-lid benadrukt dat Suriname baat moet hebben aan mensen die zich hier willen vestigen en de Surinaamse nationaliteit willen dragen.